Ja. Kom maar. Ja. Heel lief, oeh, helpen. Nee, niet aan de zijkant zitten. Oeh. Nee, dat kan echt niet, Jor. Ger, yes. Nah. Oh. Weet je wat? Dat is echt helemaal klaar. Ik ga heel snel bij jou weg. Ja, ik vond dit echt heel naar. Hij gaat eerst op mijn plek zitten en daarna noemt hij me Ger. Dat is toch een heel mooi project. Nee, je gaat me niet uitschelden. Voor hem is het een compliment, voor jou is het een belediging. Want als ik jou yes noem, dan of. Brennan komt eraan. Brennan is zijn batterij aan het wisselen, denk ik. Is dat gebeurd? Ja. Nou. Hallo, Brennan. Hallo. Hey, Brennan. Zit je onder de vlekken? Brownie! Ik heb ook vlekken. Dit is Brownie Dutch. Oh. Nou. Ja, we zijn wel heel bruin. We gaan lekker douchen. We hebben echt goed. De binnenkant van je handen is gewoon bruin. Ah, vies hè. Dat ziet er echt vies uit. Nee. Zullen we beginnen? Financiën? Ik heb vanochtend financiën niet bijgewerkt. Wordt maandag weer. Oké, financiën. Altijd toch maandag? Yes, altijd toch maandag? Waarom niet? En waarom had u nog steeds geen goed papier? Armoede ophangen. Nog niet gaan doen. Ik kwam later naar bed uit. Ja, ga dat ook schrijven doen. Heb ik een briefje. Schrijf jij me ook maar heel veel is een briefje, jongens. Maandag een briefje. We hebben geen evenement gehad. We hebben niks grote. Ja. Nee! Waarvoor denk je dat hij er staat? Nou, het zakgeld is wel bijgewerkt. Goed. Spannend. Dit was hem qua financiën, denk ik. Oké, zijn er agendapunten? Anders heb ik wel eentje. Ja. Niet die actiepunt van... Dat bedoel ik. Ah. Eens kijken, we hadden het over een nieuw product ontwikkelen voor de verkoop ongeveer 15 euro. Want de kistjes, grote kistjes lopen minder hard, waarschijnlijk omdat het een duurdere prijs is. Kalenders bijbestellen, die zijn trouwens bijbesteld, dat zag ik een mailtje van. Ja. En had je Utopia op kunnen maken. Volgens mij was de conclusie daarvan dat we het eerst zo zouden laten, toch omdat we niet zeker wisten of het zou verkopen. Of ja. Is dat... Ja, hè? Ja, tenzij iemand natuurlijk echt een goed idee hebt, joh, gooi het gewoon in de groep, hè? Ja, nou, wij zaten even voor de markt en omdat de markt natuurlijk I Love Utopia heet. Shelly kwam met t-shirts om die even goedkoop in te kopen met I Love Utopia erop. Dat mensen daar ook een handtekening op konden zetten. Ik vond het een leuk idee. En even veel sleutelhangers. I Love Utopia. Sleutelhangers? Ja. Maar we hebben wel al sleutelhangers. Ja, klopt, hebben we. Maar doen we eigenlijk nog wat ik zei met het, dat kan niet meer, met de inpakpapier, toen zei. Oké, maar we gaan nu van de hak op de tak. Oh, sorry. Ja, geeft niet, maar in ieder geval nog iets. We hebben nog een hele hoop t-shirts liggen. Witte ook. Ja, van die hele goedkope, die zijn ooit gekocht voor de beren. Oké. En we hebben natuurlijk inderdaad wat sleutelhangers met Utopia erop. Die gebruiken. Dus dan... Ja, dat is zeker waar. Mokken. Had ik zelf ook niet bij nagedacht. Mag niet. Nee. Ja, dat kan, ja. Mokken zijn nog niet binnen, maar die kunnen vandaag binnenkomen, denk ik. En Ger, zijn er ook besteld voor de markt? Hoeveel heb je er besteld? 50 heb ik er besteld. Is dat genoeg? Ik denk dat je meer dan kan doen. Ja. Half Utopia. Maar de leeftijd is zo niet lang. Nee. Het is er zo. Dus als je een week van tevoren even checkt hoe het gaat met de voorraad, kan je ze altijd bijbestellen en drukken. Wel gaan we natuurlijk ons laatste evenement weekend in. Daarna hebben we ook nog wel een beetje webshop, maar er vallen steeds meer inwoners af. Dat houdt ook in, ik noem maar wat, ik hoop niet dat het gaat gebeuren, maar stel bijvoorbeeld de Gerrit moet tot het einde blijven mok. Stel dat je die als voorraad zou hebben en Ger gaat bijvoorbeeld naar huis toe, dan is het niet interessant. En hetzelfde voor ons allemaal eigenlijk met persoonlijke producten. Dus laten we wel zorgvuldig zijn met de inkoop van voorraad. Want voorraad wat je overhoudt, dat snijdt direct in je winst. Ja. Het is niet echt op. Maar dat is niet de essentie van de Gerrit moet tot het einde blijven. Nee. Nee, oké. Dat was ook een voorbeeld. Ik dacht, maar ik die, niet die shirts dus, met I Love Utopia, is dat een idee? Of niet? Ik vind het een leuk idee. Ik ook? Ja, ik ook. Oké, goedkope shirts, gaan we die gewoon bij Ur? We hebben shirts. Die hele doos. Hebben die hele doos? Boven. Oh, oké. Okay. Dus dan hoeft het in principe alleen maar te drukken. Nee. Goed, wie gaat dat doen? Folie checken. Wie wil zich daar hard voor maken? Ja, ik eigenlijk niet, man. Ik ben helemaal klaar met plotten. Ja, ik plot er niet. Niet meer. Nee. Begrijpelijk. Ja. Hoeveel shirts zijn het? Dat weet ik niet. Echt veel, hé. Ik vind het ook wel, joh.
Ja? Als je samen met iemand wel kan, dan ik wil best met je helpen met pielen en dat soort. Oké, okay, dus Jordi en dan Shelly heeft de helft? Ja, we doen het samen wel. Ja. Okay. Wie wil er ook eventjes gaan kijken naar alles wat we hebben liggen, wat zelfs op markten? Hebben we best wel spullen natuurlijk bij de kraam staan genoeg. Alleen als je dan tijdens de markt boven bij het voorraadhok kijkt, dan ligt dat nog helemaal vol. Moeten we misschien vandaag gaan beginnen met foto's maken? Ja, alles voor spotprijzen, desnoods voor inkoopprijs weg. Outletje. Gewoon allemaal rare logootjes erop. Daar wil ik wel even kijken. Ja? Maar de spullen die er al liggen, bedrukt en zo, die wil ik er nog wel een keertje op gooien. Dat doe ik dan samen wel even met jou. Dat is wel leuk. Ik heb een kopje van een webshop aangemaakt met executieverkoop. Ja, ik denk sowieso dat we even een... omdat alles wat we over hebben, dat moet echt zo snel mogelijk weg. Ja. Om even een bepaalde banner daar ook voor te laten maken, denk ik. Dat we dat zo snel mogelijk... Ja. En die kan dan vervangen worden door die Hollandse avond die naast de... Ja, want die staat daar... Staat. Ja, ja. Toch als we daar dan executieverkoop kopje van maken. Ja. Maar wil je die executieverkoop van producten van Utopia, zeg maar, samen doen met de producten van die we boven verkopen? Lijkt me toch dat we niet onze frituurpannen daarbij gaan zetten. Nee, dat is gewoon een hele aparte categorie. En we hebben nog Final Sale ook, hè? Ja, nou, we moeten er even naar kijken, want... Even hoe dat goed staat. Dat staat er ook al een hele tijd op. Ja. Alleen dat verkoopt ook niet meer. Dus we moeten even kijken hoe we dat weer even nieuw leven in kunnen blazen. Maar dat komt wel goed. Dan gaan Jesse gaan bewegen. Volgende punt. Donderdag fitness shoot. Nee, fitness fotoshoot, excuus. Yes. Volledig door de BV wordt gefinancierd. Als we 20 posters hebben verkocht, dan hou je dat eruit. Spray-ten wordt nog geregeld, waarschijnlijk van eigen zakgeld. Is gedaan. Is dat van eigen zakgeld toen? Is dat? Okay. Dat kan de Jesse doorgeven, ja. Eigen zakgeld? Ja. Oké, okay, mag ik dan de pen? Want dan... 20 van Lex, 20. 20 van mij, 20 voor Bren en 10 van Brenda. Dat heeft die Bren weer goed voor elkaar. Ja. Laat gewoon de chickies meer betalen. Ja. Ik wil eigenlijk alleen boven liggen, maar pak ze mijn benen. Ik ook. Okay. Ja, nog tenminste iemand die in een been zit. Dus kijk, Hollandse avond. Linda, Roos en Jessica gaan optreden bij 250 verkochte kaarten. Ja, dan moet je eens raden hoeveel we er nu verkochten. Ja! Nou, hoeveel dan? Ja. Zeg het maar. We gaan oefenen. Gisteravond 252 volgens mij. Woe! Yeah! Dus vandaag is het zover. Maar jullie moeten nog oefenen. Vandaag? Ja, zin in, hè? Nee, we gaan optreden. Ja. Dus op het podium. Het zou eigenlijk, jongens, het zou, we hebben al in de vergadering 200 gezegd. Ja. Oké, okay, maar dan gaan we vanavond, of vandaag gaan we optreden. Ja. Dus er wordt aan de bel vandaag getrokken en dan gaan we dat laten zien. Ja. Mooi op het podium. Ja, misschien op het podium. Hoe laat gaan jullie het doen? Want dat weten we nog niet. Okay. Nee. Nee, dat is de fitness shoot. Ja, dat komt helemaal goed. Nou, naast dat we een huiskamer gezet krijgen van Linda, Roos en Jessica, is Roy Donders ook bevestigd. En we gaan ook even kijken of dat mogelijk is, of dat de flappen omlaag kunnen van de tent. En dat zou gecheckt worden bij de gemeente. Ja, dat is gecheckt. Voor de Hollandse avond is het sowieso geregeld. Oké. Okay. En de markt? En de markt is afhankelijk van het weer. Als het heel hard regent, dan kan het eventueel naar beneden. En anders als het regen meevalt, is het toch gewenst om het lekker omhoog te houden. Dus dan gaan we dat ook lekker doen. Dan staan wij wel weer totaal buiten het feest. Goed. Er zal gekeken worden naar rolstoelplekken. Ah, dat is inderdaad wel matig, ja. Dan kunnen jullie niet eens even iets zien of zo. Dat is altijd zo. Maar als we die frietkraam iets naar voren zetten, kunnen we toch alleen de flap links voor even open doen. Dan kunnen jullie gewoon door de nok van 5-6 meter kunnen jullie wel gewoon naar achter kijken. Zet, kantelen we hem een klein beetje. Misschien een televisieschermpje ervoor zo. Dat dus. Ja. Dus livestream? Ja, livestream. Oh. Oké. Okay. Maar zou ook nog gekeken worden naar rolstoelplekken? Nee, daar zou je het over hebben. Ja? Ja, ik denk wel dat dat een goed idee is. Wat was het vorige punt ook weer? Dan hebben we alleen even wat extra podiumdelen nodig. Finish shoot. Nou, moet even kijken. Als we op tijd zijn, kunnen we dat bij Martijn fixen. Nee, dat kan gewoon via de tentleven zien. Oh. En we hebben ook over gehad dat we de kamer gaan gebruiken als bar, want dat werkt goed. Niet de hele barconstructie nodig. Dat in verband met de ruimte. En we gaan alvast nadenken voor de voorbereiding van de markt met de ur, met de friet, et cetera. Ja, daar heb ik dus nog een paar vragen over. Dus misschien eerst wel leuk om te vertellen is dat we gisteren erachteraan hebben gebeld. En dat we bezig zijn dus met
een bord waar iemand zelf met zijn hoofd tussen kan staan, dat je dan met de groep op de foto kan. En we zijn ook aan het kijken naar poppen van onszelf. En dan gaan we gewoon, maar we weten nog niet wat er gaat komen, maar dat zijn wel de ideeën die er liggen. Ja, iets. Maar, ja, iets van iets gaat er zeker komen. Prijsvraag. En wat heel leuk is, er komt op het Utopia-terrein te staan, zowel voor de Hollandse avond als voor de markt, grote letters verlicht met I Love Utopia. Oh, leuk. Leuk, hè? Leuk. Ja. En daardoor, omdat het natuurlijk I Love Utopia markt, dus hebben we het dus nu over de t-shirt gehad. Ger gaat dus eventueel mokken bedrukken dan. Ja, tuurlijk. Ja, leuk. Dan daar wordt het succes voor gemaakt. Ja. En wat gaan we nog meer verkopen daar op de markt? Wat, kleding. Hebben andere mensen nog dingen wat ze... Kazen gaan we weer verkopen? Ja, zeker weten heb ik nog iets anders wat we gaan verkopen. Sleutelhangers voor Maris, denk ik. Pins. Ga maar lekker door, hoor. Ik had alleen geen idee wat ik moet inkopen, want ik... Als je zeg maar veel overhoudt... Ja. Je hebt twee evenementen. Kerstballen, inderdaad. Ja, nee, ik heb gisteren een ding opgetild en toen was het zo'n ding. Ik dacht, wat zit hier nou in? Er stond een reep op. Ik dacht, ik wist het even niet. Maar nu dit er is... Deed je dat nou expres, Milena? Wat? Nee, oh, maar er werd kerstballen gezegd. En toen zei ik, oh ja, kerstballen. Nee! Oh, heel leuk. Wat leuk. Ze zijn echt heel erg leuk. Kan je hele boom mee volhangen. Duizend euro. Oh, nee, ze zijn heel snel binnen. Ja. Oh. Ja. Ze hebben Andrea niet mogen halen, maar ze zijn wel snel. Oh, een rondje, wel leuk. Ze staat er wel op. Ja. Zijn ik denk dat we hem allemaal even rond laten gaan. Ik laat de een die kant op gaan, de ander die kant op. En zitten er ook kleine doosjes bij? Risico indekken omdat ze dan kunnen breken. Ja, ik heb er wel gevraagd. Is wel handig. Ah, wat leuk. Tussen? Kijken. Oh, nieuwjaar is twee woorden. Een gelukkig nieuwjaar. Maar ze zijn fantastisch. Ze zijn echt heel erg leuk. Ja, ze zijn leuk, hè? En deze worden voor hoeveel? Kom. Moeten we even opnieuw naar gaan kijken. Oh, kunnen leuk. Oh, oké, Mira heeft een mental breakdown, jongens. Ja. Laten we even wat ubi's halen. Nou, die heb ik al achterover geslagen. Dus top. Nice. Gaan we die bewaren tot dan? Of gaan we ze op de markt zetten? Nee, ik zet ze wel op leuk. Heel leuk. De Wapshop. Ja, ik vind ook eigenlijk dus om hem... Om dit goed te kunnen promoten, moeten we eigenlijk een kerstboom hebben. Ja. Een echte of een neppet? Ja. Dat kan al, hoor. Ja, hoor. Echt. Hey, kunnen we niet weer zo groot als vorig jaar fixen? Die was echt cool. Wim. Moet even leggen. Ik ga de kerst niet halen. Nee, de boom. Nee, maar het is wel leuk om wat van tevoren kiezen. Ja, hoor. Kan allemaal verrotten. Ik zet hem normaal in. Voor Sinterklaas. Oh, mijn nicht ook, hoor. Die hebben hem bij de zomer. Zijn er nog andere dingen wat we nog op de markt kunnen verkopen? Ja. We hebben kistjes natuurlijk en Katie. Kistjes? Katie Knuffels. Gaan we die maken dan weer? Ja, we hebben nog goud liggen, toch? Oké, en wie gaat zich daar dan verantwoordelijk voor voelen? Dat iedereen. Verantwoordelijk voor? Ja. Ik denk met z'n allen. Nou, ik ga me sowieso de komende weken ga ik ook kistjes maken. Ja. Nou, ik zeg niet dat ik er 250 in mijn eentje ga maken, hoor. Of samen met Maris zullen we elkaar nodig hebben. Misschien is het leuk bij de 350 kaart voor de Hollandse avond dat vrouwen zo hoppatee aan de oren doen. Ik dacht het even niet. La, 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 la. Dat is toch fantastisch? Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Ja. Ik vind het niet erg. Ik ook niet. Ik vind het ook best leuk. Okay. Zit, ja, er zijn in ieder geval drie vrouwen die het willen avond doen. Met laten nee, maar ja, het is toch een... 350 kaart. Er zijn in ieder geval drie vrouwen. Ja hoor. Ja hoor, ja hoor, ja. Oh, belletjes. Ik kan niet te veel inkopen. Nee. Moeten we wel. Oké, kistjes geen. En dan nog qua eten. Wat gaan we aan eten verkopen? Bren? Patat, snacks. Oké, op de markt. En kaas dus. Ja, crepes, als ik er ben. Oliebollen is echt veel werk, hè? Dat moet je echt niet willen. Ja, maar dat moet trekken. Die frituurpannen, dat is gewoon lekker frituurpan. Nee, dat moet je echt niet. Toch ook de laatste markt is. Ja, en dan komt Marloes van Patrice zei het altijd. Oliebollenkraam. Oh. Patrice. Meisje van de oliebollenkraam. Ja. Hoe gaat die nou? Ik kan ze wel maken, maar het is echt veel. Oh, dat was met Dylan. Oh, die zijn weg. Nee? Na die fitness shoot. Oliebollen gaan maken. Vandaag? Nou ja, ja ergens. Of, na. Als Dylan er nog zou zijn. Ah. Nee? Markt is klaar. Markt is klaar? Oké. Dan gaan we verder met de afgelopen vergadering actiepunten. Nou, de dinnershow is gecanceld.
De Hollandse avond kant en klaar friet verkopen. En op de markt doen we wel onze eigen friet. Woensdag zijn de spullen opgehaald door Tattooland. En we kunnen vandaag dan ook gaan kijken dat de nagelstudio in het atelier dan komt. Ja. We moeten even een andere naam verzinnen voor het atelier. Ja, het atelier. De andere is de studio. Oh, oké. Dat is ook heel verwarrend. Goed om te In de caravan. In de caravan. Ik noem het shop. De kerstballen die zijn besteld. Nou, die zijn ook binnen. Ja. Hartstikke mooi. En dan had toen over het focussen van gaan we reiskosten betalen vanuit de BV? Wil je iets heel graag gooit in de groep? Dan kan je per situatie ernaar gekeken worden. En dat ik het met Jesse verder zou bespreken. Nou, ik heb nog geen prijsopgave gehad. Maar er werd mij op geattendeerd dat het niet alleen reiskosten kon zijn. Ja. Nee, ik moest echt kuchen. Oh. Ja, maar dat dus. Dat heb ik ook aangegeven van, hey, wat is de schappelijke prijs? Dus ik wacht eventjes af op hun reactie. Dan kunnen we daar gewoon verder naar kijken. Aanstaande zaterdag hebben we 3 mensen voor een B&B. Dat is niet meer correct. Elise heeft afgezegd. Ze is heel erg ziek geworden. Dus we hebben alleen Martin en Wendy. Die slapen in mijn huisje. Ik kan gewoon in de kast slapen natuurlijk. Anders, ergens anders vind ik ook heel gezellig, vind ik ook prima. Je bent welkom in de caravan. Je mag ons ook hoor. Ja. Nou prima, dus dat komt wel goed. Nou, erg blij. Dus dat, ja. De inkopen zijn gedaan voor Martin en Wendy? Ja. Oké, goed. Ook nog eventjes goed om je erop te wijzen dat volgens mij volgende week, Ger, kan je even met me meekijken achterop, dat Wyatt komt. Ik heb mijn bril niet op. Oh. Jacqueline, Wyatt, Mirjam. Ja, wanneer komt 16 november. 16, dat is volgende week, hè? Ja. Dan moeten er ook aparte inkopen. Of een extra zak chips. En hij wil Wiekse bier, omdat hij ander bier niet lekker vindt. Paprika en paprika 2 chips. Aparte bedden. Heeft nog niet betaald, uitroepteken. Ja. Vraag maar af hoe we dat B&B nu allemaal gaan doen. Nu alles een beetje aan het verbouwen is geweest. Alle huisjes een beetje. Mijn huisje dus. En de caravan. Want wij moeten er wel uit. Is de caravan ook verbouwd? Ja, de 2-persoonsbed die is eruit, maar de matras ligt gewoon boven. Dus we kunnen gewoon nog steeds matras gewoon erin plaatsen. Oh. We hebben daar niet iets vast staan. En er staan daar 2 hele kleine stoeltjes en een tafel die gewoon verplaatsbaar zijn. En we hebben natuurlijk ook nog steeds de kast waar gewoon wel een bed staat en zo'n spring. Dus en volgens mij, als ik zo kijk, lopen we niet in de knoei met de kom. En als dat wel zo is, dan zal ik aan de bel trekken. Nou ja, ik zit wel te denken. Ik heb in principe alle B&B's van december offline gehaald. Meer even uit zekerheid. Dus ze staan nu tot en met 30 november online. Maar we hebben nu natuurlijk ook 2 huisjes. Shelly slaapt nu alleen. Slaapt alleen. Jullie slapen nog maar met z'n tweeën. Dus je zou van 2 huisjes eventueel gewoon 2 vaste B&B-huisjes kunnen maken. Dat we gaan schuiven in de slaapindeling. Zodat we geen gezeik hebben over B&B. En dat we gewoon vlekkeloos tot het einde van Utopia B&B's kunnen organiseren. Ik wil altijd mijn huisje wel uit voor een B&B. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Maar ik ben best wel content met mijn huis. Ja, dat snap ik ook. Maar misschien dat we daar naar kunnen kijken. En dat we er dan nog, wat is het, 4 extra data op zetten. We stoppen natuurlijk pas 31 december. Gaan we vanuit. Nou, ik zou de eerste 2 wel alvast opzetten. Dat is 1 december en 8 december dan, denk ik, hè? Dat is zondag, toch? Ik kan in ieder geval wel. Niet 1 december. En voor de rest zou ik dan terzijde tijd weer eventjes verder kijken. De laatste datum zal wel zo geboekt worden. 7 december. Volgende, Jordi. Er is helemaal geen conclusie van dit hele. Nee. Maar ik vraag me ook heel erg af, ja, ik ben er dan zelf niet echt onderdeel van, maar ik zou me kunnen voorstellen dat als mensen 1 keer in de 2 of 3 weken hun huisje nog uit moeten, dat je op basis van die informatie niet besluiten om dan maar helemaal ergens anders te gaan wonen. Ja. Het is zeg maar voor één op de 20 dagen is het wel heel veel om dan maar een ander huis te gaan zoeken. Ja, dan zou je daar vaste B&B uit van kunnen maken. Ja, maar ik zeg ook kunnen, ik zeg niet dat iets moet. Dus als je het lekker vindt om een eigen huisje te hebben, dan ga je er liever 1 keer in de paar weken uit, denk ik, dan dat je elke dag ergens anders moet doen. Nou, het is natuurlijk wel zo dat we wel een beetje moeten opletten van, hè, mocht er volgende week weer iemand vertrekken, dat we niet weer alles gaan verbouwen enzovoort. En dat gaat maar door en dat gaat maar door. Want uiteindelijk hebben we dan, dus komen we dan wel een beetje in de knoei, denk ik. Maar goed.
Dat, ja, voornamelijk. Dat is zeker een goed aandachtspunt. Ja. Maar goed, dat is, dan spreken we. En het kan natuurlijk zijn dat de tent vandaag verkocht wordt en morgen opgehaald wordt. Hè? Oh ja. Ja, maar daar ga ik niet vanuit. Er zit natuurlijk nog een lege tijd op. Ja. Ja, want als hij vandaag afgerekend wordt, wanneer kan hij dan opgehaald worden? Alles in overleg. Ja. Het was niet vandaag besteld, vandaag verzonden? Nee. Ja, verdomme. Snel. Oké, maar kunnen we nog even teruggaan naar de BNB en daar een afspraak in ieder geval over maken? Want als er twee mensen alleen slapen, dan heb ik zoiets van, ja, kunnen we daar dan geen vaste BNB-huisjes van maken? Dan zijn er maar twee keer één personen die eruit moeten, in plaats van volksverhuizing. Ik heb daar verder geen moeite mee. Ik heb altijd gezegd, sinds ik in het bruine huisje zit, wanneer er een BNB is, wil ik altijd mijn huis uit. En ik denk dat jullie daar geen last van hebben als ik verhuis. Qua, zeg maar, met een BNB ergens anders ga liggen. Nee. Ik ben niet de moeilijkste. Ik ben niet iemand die heel veel kabaal maakt of zo. Dus. Maar we hebben natuurlijk twee BNB's. Ik vind de afspraak hoe het nu is prima, maar als andere mensen dat niet vinden, dan hoor ik dat ook graag. Dan laten we dat papier van de muur, gaan we weer andere regels opstellen voor de 16e keer, denk ik. Nee, het gaat me meer om december, hoor. En om de verschuivingen die nu plaatsvinden. Ja, maar als je kijkt, want we zijn nu de 7e inderdaad, dan gaan er nog 1, 2, 3 mensen weg voor december. Ja. Laten we het gewoon even per case bekijken. Ik denk bekijken. Dat we terzijde tijd inderdaad beter kunnen bekijken. Ja. Omdat nu een beetje... Maar zullen we ze wel online zetten? Ja? Ik zou in ieder geval inderdaad de eerste week van december kan wel. Tweede week denk ik ook wel. Maar ja, je weet natuurlijk ook niet hoe het gaat lopen. Ik zou lekker 1 en 8 december online zetten. Ja, laten we dat even. Vrijdag hebben we ook B&B, toch? Of morgen camping? Ja. Maar 1 december is op een zondag. Dan bedoel ik... Je bedoelt 7. 7 en 14 dan? Ja, 14 zou ik niet doen. 7 dan? Ja, 7. Alleen 7. Als we wel rond de 18e of 20e weggaan, dan vraag ik me af of we nou 5 dagen van tevoren ook nog wel een B&B willen. Ja, want je grootste fan Joanne wil ook nog komen. Oh wel? Oh, nou, dat En wie wil dat heel graag online zetten, die 7? Ik zet dat wel online. Ja? Dat is prima. Ja. Oké, top. Oké, volgende punt. Dat was conclusie qua dat. Goed. Jordi heeft Stella Prime benaderd om Milene drag make-up te leren. Nou, dat heb ik zeer zeker gedaan. Nou, hier en daar wat gemaild hebben, kwam de kosten uit op €325. Dus ik heb helaas dat moeten varen. Ja. Dus, maar verder, zeg maar, wel heel erg blij dat ze ons wilden helpen, maar inderdaad €300 is... echt heel veel geld. Als je kijkt ook dat ik die opleiding al van de BV krijg, dat denk ik, dat kan beter. Kan beter niet. Kom je vanmiddag meekijken? Ja, zeker. En met de shoot van Maris ga ik ook meekijken. Dus. Oké, next. Dus, volgende. Mogen onze tent te kopen vandaag op de webshop? Ja. Die staat op de webshop. Nog steeds te koop? Hij staat nog steeds te koop. We hebben wel wat mailtjes binnengekregen, dus dat is hartstikke leuk. Ja. Wat is de hoogste bad? Iemand wou €1000. Oh, dat is 1000 euro wil ik wel. Er zit ook wel emotionele waarde aan natuurlijk. Ja, ik zou net zeggen, dan doe ik hem liever zelf in mijn kist. Maar ja, goed, sorry. Dat gaat dus niet door. Ik zei 3000 is uiterlijke bod. Nou, die heb ik ook aangepast op de webshop. En dat is ook het bod wat het is en wat het blijft. Oké. Vind ik ook wel schappelijker dan 3,5. Ja. 3,5 was wel echt heel hoog. Eens kijken, achter de caravan staan stoeltjes. Niet weggooien. En bij de Mogolse tent een groot kleed van de standhouders. En niet weggooien, want deze moeten ze nog terug. Ja. Dan heb ik nog een vraag over stoeltjes. Over een barkruk, of niet? Over inderdaad een barkruk. Die is weg. Die is weg? Ja. Want die was van iemand van de moederdagmarkt. Ja. Daar is namelijk een mailtje van binnen gekomen. Ja. En is die... naar die persoon opgestuurd of nee, hebben we die weggegooid? Maar ja, weet je, het is een half jaar geleden. Ja, dat klopt. Nee, maar dat ja. Als tijdens de, hoe heet het nog? Finish of bij de, hoe heet het? Ja, ik wilde daar nog wel wat over zeggen. Ik weet niet wie hem weg heeft gegooid, maar hij is in ieder geval weg. We hebben het maar ik had hem nodig. Ja, daar wil ik nog wel even wat over zeggen. Ik heb ook een barkruk nodig. Ik wil, op het moment dat ik die opleiding heb, wil ik ook de vrouwen die dat willen, 's ochtends opmaken. Ja, om mijn make-up dagelijks goed in beeld te brengen. En ook om zelf ervaring op te doen. Leuk. Maar met deze stoelen, je kan je wel een beetje voorstellen, zeg maar, als ik sta, dan sta ik zo. En dat doet best wel pijn aan je rug. En om dat nou elke dag zo te doen, lijkt me niet heel chill. Dus mijn vraag of er een barkruk bij de AC of de IEC of zo gehaald kan worden.
of ik daarnaar kan kijken. Ja, we kunnen hem ook zelf maken. Dat wou ik ja, zeggen. Zelf maken. Het is wel leuk om een barkruk te maken. Ja. Oké. Okay. Ja, en dan kunnen we die aan het einde van de minuut ook gelijk aan die mevrouw geven van de markt. Oké. Okay. Ja, ja, dat is wel een leuk idee. Ja, dan hebben we het opgelost. Oké. Okay. Kan iemand dat dan terugmailen, dat ik een barkruk voor die mevrouw ga maken? Maar dat die wel pas einde van het jaar opgehaald kan worden. Ja, zeker. Milan, jij dat doe ik. Ja. Ja. Jesse maakt een barkruk. Ja. Volgende. Wil je nog wat zeggen over Rosa? Vind ik leuk. Ja, Rosa die komt zondag om 10 uur. En dan zijn we waarschijnlijk de hele dag bezig. We gaan in de tattoo shop omdat het daar mooi licht is. Mooie spiegel ook. En ja, ik heb heel veel zin in. Leuk man. Ja. Ja. Leuk. Maar het was toch een tweedaagse cursus? Ja, klopt inderdaad. De tweede dag is voor vragen. En we gaan dan een afspraak met haar gaan maken om te kijken wanneer het haar schikt. Twee dagen achter elkaar? Nee, niet twee dagen achter elkaar. Oké, okay. Leuk. Ja. Over Rosa gesproken. Roos, Jessica en Linda. Waar zijn die? Hier. Dat heb je denk ik gemist. Heb jij denk ik, ja. Was je was er in je identiteit, ja. Wanneer kwam die? Hier. Ja. Hollandse avond. Linda, Roos en Jessica overtrijd bij de rug. Ging even kaart voorbij. Ja, ik moet eigenlijk nog even koffie hebben. Nee, volgende punt. Ritsmeer en Toffe Tony krijgt deze week een nieuwe beat voor een koffer. Ja. Maandag. Maandag. Ja, en die staat ook vast. Ik ga nog wat over de producer vertellen. Mag jij even... Doe jij maar. Nee, mag jij niet. Oh! Ja, het duurt al zo lang. Nee, oké. Het volgende. Nou goed, we hebben heel lang lopen kloten met artiesten. En niet omdat die artiesten zo moeilijk waren, maar andere dingen. Het verhaal is bekend. Nu was het zo dat er een strakke planning is. Want 23 november is de deadline voor het hele project. Moet het af zijn, moet het gecheckt zijn, moet het gemasterd zijn, enzovoort, enzovoort. Het gaat nog wel heel wat tijd in zitten. Toen kwamen we een beetje in de knel met de producer. Want die had eigenlijk niet zoveel tijd meer. Want carnaval komt er ook aan. Hij heeft nog allemaal carnavalsdingen en opdrachten staan. Ja. Nu is er een andere producer. Ik weet niet of hij misschien bekend is misschien bij het oude Utopianen. DJ Galaga. Expert. Dankjewel. Oh, dat had ik wel even nodig. Doe eens een liedje. Yes, weet je, even een liedje. What do we say to the DJ? Ja, fuck you. En de game gaat ook alweer. Wel een paar nummers, maar in een heel ander show. Ja, en die wil ons gaan helpen voor hetzelfde bedrag enzovoort enzovoort. Wordt helemaal geregeld en die heeft dus een strakke deadline en zei van joh, ik hou me aan de deadline en kost wat kost komt het af. Dus vandaar dat we maandag krijgen, omdat we de producer eigenlijk geen tijd meer had om het te doen. Misschien nog wat over die collega-producer, die ook meeneemt. Oh ja, hij neemt ook een collega-producer mee die lijntjes heeft, of in ieder geval producer-lijntjes voor de track van Chris Brown maakt. Of in ieder geval in samenspraak met hem, dus dat is wel dik. Dus die komt ook mee op het terrein, dus die gaat ook even meeloeren. Waarom Christian de Bruin? Ja. Dus Chris Brown. Ja! En die vind ik echt leuk. En het wordt anders dan alleen een laptop en een microfoon. Ja, hij neemt een hele complete setting mee en het wordt heel groot. Wanneer komen ze? Ze komen de 13e. Ja, 11e krijgen we de beat, 13e moeten we opnemen. Dus zijn we 2 dagen niet bereikbaar. Inclusief? De artiest. De artiest. Och. Ja. Pannen! Dus de 13e gaan jullie in de Photoshop opnemen, denk ik, hè? Lekker op de kalender. Dus dat moet even op de kalender. Ja. En even voor de 11e tot en met de 13e. We krijgen dus de 11e pas de beat. Dat houdt in dat bij Bram hebben we best wel, weten we een beetje wat voor beats hij maakt. Weet ik tenminste hoe ik mijn teksten moet schrijven. Wat voor flow daar het beste uitkomt. Bij deze producer hebben we eigenlijk geen idee. Dus we hebben 48 uur om een tekst te schrijven die daarna definitief is. Dus willen we jullie wel vragen om in die 2 dagen in ieder geval... ik denk dat we dag en nacht bezig zijn met het schrijven van teksten. Maar in ieder geval van, hé, laat die DJ set met rust, bedoel je? Nou, ik denk dat we het s'avonds laat verplaatsen als mensen naar bed gaan naar de silo. Ja, slim. Ik denk dat we dat gaan doen. Ja, ja, verstandig. En Ger wil in alle rust schrijven en ik ook, dus misschien dat we gewoon de beat op repeat zetten. 1 speaker hier neerzetten, en ander boven, zo bij de trap. Ja, ik kan niet teksten schrijven als Jess erbij is. Oh, je moet echt denken aan Dylan en Katie, dat ze zo gingen tatoeëren. Maar, hoe heet het, kunnen jullie... Niet van tevoren al een beetje een rode draad. Hebben jullie van tevoren al een beetje een rode draad
Ja, jawel, jawel. Ik heb, qua tekst heb ik ook al best wel wat op papier. Ik zou in principe nu op kunnen nemen als het toevallig op de beat past. Alleen afhankelijk van het BPM en de soort sounds die er doorheen gaan, pas je ook je flow aan. Mm-hmm. Eventuele stiltes die in een beat vallen, komen, dan moet je zorgen dat je die op de juiste manier opvult. Okay. En ja, dat... Dat weet je het kan niet. Zijn dat het er perfect op past, maar het kan ook zijn dat ik helemaal opnieuw moet beginnen. Ja, ook. Okay. Dan is 2 dagen wel weinig. Ja. Ja. Ik heb ook al teksten, alleen hetzelfde verhaal. Moeilijk, ja, als het allemaal erop past. Zullen we gewoon even doorgaan, want we doen best wel lang over dit allemaal. Niet over, ja. Okay, aanstaande vrijdag komt er een fotograaf en visagie langs voor Mariska. Om mooie foto's te maken van Mariska. Ja. En de reiskosten vanuit BV. Mooi. Ja. Heel heb je er zin in? Ik vind het heel eng. Ga je haar doen, hè? Ja. Maar het komt goed. Eens kijken, naar donderdag hebben we een vergadering, joh. Merel van Groningen komt 26 november langs om een lezing te geven over Loverboys. Wil je daar nog iets even zeggen? Wanneer is dat? 26. Om 11 uur. Is het goed? Om 11 uur. En donderdag ga ik crepes bakken voor de groep. Dan hebben we nog een paar dingen wat opeens zijn opgeschreven. Ja, dat zijn agendapunten. Oh. Zendertje. Sporten, staat er. Oh ja, Berlin. Ja, oh ja. We hebben natuurlijk hier 2 keer een G-team gehad voor voetbal en voor handbal. We hebben gemerkt dat we dat heel erg leuk vinden. En toen hadden we het idee van, goh, is het misschien leuk om wekelijks gewoon, om met de groep gewoon even lekker een voetbalwedstrijdje te doen of een handbalwedstrijdje, gewoon even lekker sporten met z'n allen. Ja. En dat leek me leuk. En als dat de groep ook leuk vindt, dan gaan we daar vanaf vandaag mee beginnen. Leuk. Ik vind het echt superleuk. Maar is het dan een vaste dag in de week of zo, dat je wel een beetje weet van tevoren? Ja, ritme, dat is de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. En doen we dan 2 keer per week? Handbal gaat me niet met mijn hand. Maar hoe lang wil je het volhouden? Want ik zie het met circuit trainen of trainen überhaupt. Dat er niet, het is gewoon nu een introductie en dan gaan we het dus proberen. En als we volgende week denken, nou, we hebben er geen zin meer in, dan doen we het lekker niet meer. Okay. Maar de bedoeling is gewoon even lekker sporten. Leuk. En we dachten van, we kunnen vandaag beginnen als we dat leuk vinden. Wanneer wil je dat vandaag gaan doen? Ja. Want Jordi gaat vanavond crepes bakken. Er is een shoot. Linda, Roos en Jessica gaan optreden. Dat doen we morgen. Hartstikke leuk. Een campinggasten. Ik ga vandaag niks doen. Doen we niet s'avonds? Dat is wel leuk voor de campinggasten. De campinggasten kunnen toch ook meedoen? Ja. Dat is wel heel erg leuk. Oké, morgenavond. Camping versus... Maar gaan we voetballen of handballen? Handballen kan ik niet met die hand. En waar kiezen we voor vandaag? Dan doen we die trefballen. Ja, trefbal vind ik ook mooi. Maar daar heb ik niet echt de ballen voor. Dan moet je iets andere ballen halen. De sport wordt door Hiskenade bepaald. Ja, jij kan bepalen. Jij bent sportje. Oké, leuk. Om 6 uur. Hoe laat kan de campinggasten? 6 uur. Is het niet eten? 7 uur. Ik heb hier Rines staan. Ja. Wat? Ja, Rines! Ja. Oh ja! Mag ik het zeggen? Ja. Okay. Nou, we zaten achter de computer en Ger zat op de website van zanger Rines. En het was een fantastische website waar dus ook op stond dat hij dolgraag met zijn meisje wil trouwen, maar dat ze simpelweg geen geld hebben. En toen dacht ik eigenlijk van, jongens, waarom gaan we hem niet uitnodigen hier? En laten we ze hier trouwen door Ja! En misschien iemand van de burgerlijke stand. Ja. Die hem wel echt... Ja, ik ga je vragen. Ja, ik bel de Roze Kerk. Ja, Monique zou het dan leuk vinden. Ja. En dan is het misschien leuk, kijk, als Rines daarvoor openstaat, is dat fantastisch. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een Hollandse avond en dan zouden we misschien ook een leuke tegenprestatie kunnen leveren. Oh ja. Als we dat mooi in combinatie van dat doen, en dan is het een soort van promo-act voor de Hollandse avond. Ja, aan in. Maar wel een hele bijzondere. Want dan pakken we hem wel heel groots aan en dan maken we er wel echt iets leuks van. Iets groots waar zij ook heel erg blij van worden, waar wij blij van worden, enzovoort, enzovoort. Want de begrafenis kunnen we niet meer doen. Dan maken we er een heugelijk dingetje van. Een bruiloft. Ja, ik vind maar wanneer gaan we schouwen? Ja, 22e bijvoorbeeld. Ik vast te meenemen. Ja, en nu moeten we even vragen hoe of wat. Maar ik dacht van als we dat gewoon tegen een heel gering bedrag kunnen doen of zo. Reiskostenvergoeding. We hebben nog een vergunning voor de 17e natuurlijk. Of niet meer? Ja, maar wacht, misschien. Maar je hebt geen vergunning moeten we even vragen of ze überhaupt nog willen trainen. Ja. Ja. Hoe het met hun gaat. Ja, laten we dat even checken. Kan ook gewoon voor de Hollandse avond, dan heeft hij gelijk een feest. Dat had ik ook aan te denken, ja. Ja, maar het moet wel even groots aangepakt worden. En het is nog een leuke promoactie voor de Hollandse avond. Geweldig. En dan kunnen we er ook even een speciale dag van maken, ook voor hun. Ja. In eerste instantie moesten we even kijken van, ja, vindt de groep het leuk? Volgens mij vindt de groep het leuk. De groep vindt het volgens mij wel leuk. Ik heb nog niks negatiefs gehoord. En ten tweede moeten we even kijken of het allemaal kan.
En dan kunnen we hem bellen. Ja. Een promo-actie voor de Hollandse Avond. Dat zou dus binnen nu en 2 weken al plaatsvinden. Ja. Ja. Binnen 2 weken. Dat kunnen wij. Dat is leuk. Natuurlijk kunnen we dat. Ik maak wel een jurk mee. Ik vind het tof. 9 uur. Ja, echt superleuk. Ik zal hem bellen. Nog verder over Ja, eens? Gaan we bellen? Nou, we gaan eens even checken of het allemaal mogelijk is. Oké. Maar, ja, dan... Ga jij het balletje dan uiteindelijk bellen, Ger? Ja, vind ik leuk. Oh, leuk. Mag je daarbij zitten? Ja hoor. Yeah. Dan staat we hier... wel kijken of we dat al vandaag kunnen doen. Ja? Dan staat hier vrijgezellendag. Ja. Is ie. Ja. Nou, eigenlijk denk ik dat het leuk is dat een van de vrijgezelle vrouwen er wat over gaat vertellen. Zal ik het Ja. Wil jij ook degene die het gaat organiseren dan? Ik wil samen met Cel, ik wil eventueel sexy gastvrouw spelen. Ik ben zelf, voorheen was ik gastvrouw, dus ik wil een gastvrouw spelen. Wat hier ook staat is, wat staat hier? Stippen? Strippen. Oh, strippen. Nou, dat gaan we dus, niet doen. Sexy Linda, Roos en Jessica. Nou, daar doe ik natuurlijk niet aan mee. Nee, dat wil je niet. Tatjana Melen staat hier ook. Ja. Kan je even verder uitleg geven? Maar we weten Tatjana. Nog steeds niet of dit gay is. Nee, dat weten we nog steeds niet. Hebben we al een mail gestuurd naar die persoon? Nee, volgens mij niet. Nee. Oh, maar misschien is wel waarom niet? Even meer info, want ik zag wel iets met een hakrace met Jordi. Ja, misschien nou, is het eigenlijk ik heb schoenmaten nodig als ik een hakrace moet doen. Ja. Ik neem maar 3 hakken. Dat regelen. Ja, en het budget is €20, hè? Per persoon. Ja. Nou, en jij gaat Tatjana aan, ga jij mailen? Maar waarvoor dan? Ik weet niet. Leuke paal. Ik dacht Tatjana mailen. Ik moet er nog over nadenken. Of heb jij de vorige keer uitgenodigd? Nee, Lotus. Nee, Lotus, ja. Lotus, oké. Okay. Ja. Dat was natuurlijk wel... Wie is Tatjana? Sublime. Kijk je uit? Maar als diegene gay is, dan word je echt niet blij van een paal dansen. Nee. Nee, dus maar... er moet een mail gestuurd worden naar deze persoon. Juist. Ja. Ja, wie gaat dat doen? We moeten zorgen dat we iets achter de hand hebben. Dus als Lexi en Shell een sexy dansje voorbereiden, dan doe je geen sexy dansje. Ik ga niet je gaat toch niet dubbel iets voorbereiden als je met één mailtje dit hele probleem kan tackelen? Ik zou het wel heel leuk vinden als er gewoon 2 mensen, ook bijvoorbeeld Brandon of als klaar staat bij paaldansen en afhankelijk van of er homo's binnenkomen of niet. Workshops. Maar ik denk dat je de hele avond kan aanpassen aan zoiets. Dus dan zou je twee... In 1 mailtje kun je meteen ervoor zorgen dat 2 mensen wel... Je hoeft me niet uit te zeggen, natuurlijk snap ik het. Oké, gelukkig. Maar wie gaat dit organiseren? Wat gaan we precies doen? Met z'n allen. Mariska gaat een borsteltaart maken, staat hier. Of een piemeltaart. Borstel of een piemeltaart gaat zij maken. Paaldansen, ik en Mariska. Nee, ik heb het al gezegd dat ik erover na we gaan er even over nadenken. Oké, maar wat is je hebt erover gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Want we moeten nu wel knopen doorgaan. Het is volgende week vrijdag, toch? Even voor de Dan moeten we nu wel knopen gaan doorhakken of we dit gaan doen of niet. Voor 15 hè? Nou, we blijven steeds in het vage zitten. Hè? Ik denk dat hij sowieso door die jou gemaild moet worden. Of het een man is die gaat trouwen met een man of met een vrouw. Ja, dat moet weer eens weten. En als we dat weten, dan ga ik wel met Shelly gaan we even pakjes regelen of uitzoeken. Ja, maar liever... Ik zou eerder zeggen, meer info. In plaats van, ben je gay of niet? Ja, ik bedoel, dat is een beetje echt een hele... Nee, je mag vragen, is het een rare vraag? Nee, tuurlijk niet. Jullie willen een hakkenrace doen. Betekent dat die meneer gay is? Is toch dat mag gek? Toch wel vragen? Of man of vrouw valt. Ja, want dan kunnen we ons programma daarop aanpassen. Ja. Trouwt de bruidegom met een bruidegom of met een bruid? Ah, jongens, dat komt wel goed. Maak je niet zo zorgen. Ik kan een mailtje sturen. Hiske, wat zei je? Ja? Nou, waar het mij meer om gaat van, goh, het is dus volgende week vrijdag al. En... ik vind het nog steeds een beetje in het luchtledige gepraat. Want we moeten wel mensen zeggen, ja, ik wil niet... en dat is prima ook, want iedereen mag... mensen hebben wel eisen, willen bepaalde dingen niet, laat ik het zo zeggen. En we moeten wel een programma hebben, want anders dan moeten we het gewoon op tijd afblazen. Mm-hmm. Ja, er moet een duidelijk programma komen. Ja, die gaat dit doen, die gaat dat doen. Er moet een draaiboek. Ja, en gewoon duidelijke knopen doorhakken. Wat hebben we te bieden? Want als we hier paaldansen staat en we hebben geen paaldansen te bieden, dan hebben we het ook niet te bieden. Als wij geen sexy Linda, Roos en Jessica willen gaan doen, omdat bijvoorbeeld een van ons drieën zegt, daar heb ik geen zin in, dan hebben we dat dus ook niet te bieden. Dus dan moet er iets anders komen. Want straks hebben we alleen maar een ontvangst. Nou, daar hebben we niet heel veel inhoud. Maar laten we dan dat Jess zo meteen na de vergadering die mail stuurt, dat als er reactie op komt, trek je aan de bel, dan gaan we met z'n allen zitten hoe we vrijgezellen dat vorm gaan geven. Akkoord. Is er geen nummer? Er staat geen nummer bij. Nee. Lijkt me ook niet handig om te bellen aangezien ze onbekend willen blijven. Ja. Ja. Voor nu. Okay, dus dan komen we dus, denk ik waarschijnlijk vandaag als er mails terug is, komen we daarop terug. Open dag handelaren en vrijwilligers. 22 november denk ik.
Nee, dat had ik bij vrijwilligers gezet. Ja, dat gaat denken over de verkoop van objecten hier binnen, toch? Ja. Object. Voor volgende week. Wie heeft het opgeschreven? Ja, geen idee. Ik. Oh, dat is voor de executieverkoop, toch? Ja, dat we daar in ieder geval even over gaan nadenken dat datum of een dat we er even over gaan nadenken van wanneer gaan we dat groots aanpakken, wanneer gaan we alle objecten op een bepaalde plek zetten waar het verkocht kan worden enzovoort enzovoort. Iets voor de vrijwilligers zouden we ook nog gaan doen inderdaad. Ik denk wel dat het belangrijk is omdat inderdaad vrijwilligers dacht ik misschien is dat de goede om dat 22 november te doen als de, aangezien de dinnershow. Ja. En de tent is er. Ja. Dan hebben we wel dat is wel de dag voor het evenementenweekend, hè? Dat wordt al best wel druk. Ja, dat klopt. Maar, dat stond sowieso in de planning, toch? Misschien qua avondeten, weet je, dat je 2-3 uurtjes met vrijwilligers doorbrengt. Gewoon op een chille manier. Ja. Daar zouden we die avond voor kunnen gebruiken. Muziekje erbij. Ja. Ja, dat is op zich wel een idee. Ja, leuk toch? Ja. Wie gaat een mailtje sturen naar de vrijwilligers? Ik neem aan dat het gewoon kan, toch? Nou, ik ga het dus even navragen. Dus of we het eten nog gratis weggeven of dat voor betaald wordt, dat is een keuze die wij als BV zelf maken. Ik denk, maar ik check het nog even voor de zekerheid vandaag. En dan ga ik een mailtje sturen naar alle vrijwilligers die geholpen hebben. En mijn vraag is daarbij ook nog. Het is denk ik niet alleen vrijwilligers, maar mensen die ons ook dag in dag uitgesteund hebben. Er zijn ook mensen bijvoorbeeld die hier heel veel zijn geweest en heel veel voor ons gedaan hebben. Buiten. Dus misschien moeten we even een lijst gaan maken wie we dan op die dag willen gaan uitnodigen. Ja. Altijd dat je nog geen mensen moet vergeten. Ja. Ja, is het lastig, maar dat ja, dat is heel lastig inderdaad. Maar gelukkig zijn de meeste mensen vrijwilligers. En dan buiten dat we dan iets voor vrijwilligers doen en voor mensen, wat doen we voor standhouders die hier bijna elke markt hebben gestaan? Gaan we er nog aan het eind van de markt, doen we een presentje voor hun of doen we nog een borrel naar de laatste markt die we hier doen? Maar een borrel zou ik leuk vinden, maar dat hebben we een keer eerder geprobeerd. Dat werd last minute afgeblazen. Dus laten we dat alleen communiceren als het ook echt daadwerkelijk kan. Dat moet er. Maar het is wel leuk, een borrel. Dan is het wel heel leuk, ja. In ieder geval dat we er wel voor iets moeten doen. Zoals Jarno bijvoorbeeld, de Gooise Dames, Tamara, Bolero. Nou, zo zijn er een hele hoop. Calvito, er zijn er die er heel... Die hier heel veel markt hebben gestaan, dus het is wel leuk om daar wat voor terug te doen. Ja. Wil jij dat dan ook checken of dat kan? Ja. En of het ook echt kan? Ja. Dat was ook een open dag? Nou, ik denk dat we nog niet echt de conclusie hebben getrokken voor het verkopen van objecten op het terrein. Ik denk dat volgende week, zaterdag of zondag, daar wel een hele mooie dag voor is. Zondags, denk ik. Wat voor dag bedoel je dan dat we de handelaren uit gaan nodigen? Dat iedereen die eventueel behoefte heeft om of de koelkast te kopen of wat dan ook op het terrein. Dat we gewoon meer de insteek hebben van, joh, in principe is alles te koop. Dus wil je iets bekijken en er een bod op doen, kom dan hier naartoe en dan bekijken we ter plekke wel of we het verkopen. Oké, hoe gaan we dat promoten en hoe gaan we dat op de markt zetten? Nou, ik denk gewoon op de webshop. Even kijken, bijvoorbeeld... €5 voor een entreekaartje met 2 gratis consumpties. Dan is eigenlijk in principe het entreekaartje natuurlijk gratis. Ja, dat is een goeie. Ja. Maar als mensen daar niet komen, zijn ze €5 kwijt. Ja. Daar hebben we een keertje eerder meegemaakt, de gratis kaartjes weggeven als een succes. Mm-hmm. Oké. Ja, dat is op zich best een idee. Maar wat is een handige dag? Is dat vrijdagavond? Is dat zaterdag overdag? Zondag? Zondag. Denk ik niet eigenlijk. Maar ja, zondag is wel de complete vrije dag natuurlijk. Ja, en dan is het voetbal al afgelopen. Nee, dat is net begonnen. Ja. Dan is zondag toch niet handig? Dan is zondag voetballer heel veel mensen. Volkje. En zaterdag is voor handelaren wel gewoon gewerkdag. Ja, maar wel maar tot 4 uur. Dus dan zou je het om een uurtje of 7. Nou, is wel weer door. 2 B&B. Ja. Zaterdag. Ja, misschien gewoon zaterdagmiddag vanaf 12 uur bijvoorbeeld. Ja, dat is, nou, dan moet je naar zoiets kijken. Ja. Ik 12 uur. 12 tot 2. Ja. Kleine computer kun je dus ook meenemen tegen een zeer gereduceerd tarief. Bij direct. Maar, okay, maar gaan we dat online zetten? Wanneer? Vergunning voor aanvragen, toch of niet? Ja. Oké, wie gaat zich daarmee bemoeien? Ik wil dat wel doen. Ja? Mag ook iemand anders zijn? Ja, nee, doe je het. Ja. En dan moet het even op de webshop groot aangekondigd worden. En laten we dan... kunnen zij hier gewoon gratis naar binnen komen? Of... Nee, dat was een kaartje voor €5 en dan 2 consumpties inclusief. Ja. Ja. Daar zit jij met je hoofd. Oh ja, niet daar.
Daar had ik net ook last van. Niet bij de gratis consumptie. Vriend, mag ik maar dus dan moet er wel daar raar. De inkopen voor gedaan worden. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Ja, we hebben toch wel een beetje fris en zo. Ja, welke dag? Op een zaterdag. Thee. Zaterdag een 12 zaterdag. 2 of zo. Nee, volgende week zaterdag. Oh. Aankomend. Dus dat is toen veel. Dan hebben we mensen kunnen 16. Kijken. Aankomende? 16e? Nee, volgende week. Okay. De 16e dus. 16e, ja. Van 12 tot 2, zei je? Ja, denk ik. Okay. Hoeveel Next. Mensen? Denk je dat er... ja, ik denk 50. Niet dat er meer dan 50 mensen komen. Nee. En voor beveiligers is het ook wat kosten. En als laatste staat er boodschappen. Oh ja. Nou, we zijn natuurlijk met steeds minder mensen. En dat betekent dat we wat ruimer zitten in het boodschappenbudget. Dus ik heb gisteren een aantal mensen gevraagd van... joh, wat vind je chill om hier te hebben? En dat heb ik ook in het mandje gedaan. Maar als je nou iets wil hebben, gewoon lekker op brood of whatever wat... geef het dan even aan, want dan zorg ik ervoor dat besteld. Cor de Poes wilde bijvoorbeeld graag kipfilet, dus heb ik kipfilet. Ja, ik ben Poes. Ja, besteld. Frenny. Ja, sorry, Frenny. Geen Merel. Of schrijf het even ergens op, weet ik wat ik doe. Op zondag en donderdag de boodschappen. Oké. Dus voor die tijd kan ik aangeven. Avocado. Check. Dat was hem qua rondvraag. Nou, dit waren een paar actiepuntjes. Ja. Hebben er nog meer mensen nog actiepuntjes? Ja, ik heb nog wel een paar puntjes. Nou, dan gaan we bij jou beginnen. Ja. Oké. Okay. Eén is dat we willen Ernst vragen om een Utopia medley te maken voor de, Utopia's, voor de Hollandse Avond. Ja. Dus het zou leuk zijn als mensen een beetje aan gaan geven, want hij komt vandaag, maar dan gaan we het vragen, wat je een leuk Nederlands feestnummer vindt. Dus dan kunnen we dat aan elkaar mixen en dan hebben we een leuke medley. Dus M-E-D-L-E-Y. En maar echt feestnummer? Of mag het ook... Nou, kijk, ik dat moet het even met over hebben, want ik weet niet, als het medley is van nou, en dan weer la gaat, ik denk niet dat dat leuk wordt. Dus ik denk dat het vooral is om de tent op zijn kop te zetten, dus ik denk dat het op feestmuziek een beetje... Ja. Die hebben we nog hoor. Maar dat lijkt ons nog even leuk, want dan hebben we dat er ook nog tussendoor en de bedoeling is dat iedereen lekker gaat meezingen. Maar gaan we die ook op het podium doen met z'n allen? Of? Nee. We gaan een clip maken. Dat is heel origineel van Gerrit. Hebben we het gewoon maar beter goed gejat dan slecht bedacht. Ja. We willen een clip maken met z'n allen. Dus dat we die nummers gaan playbacken. En dan zie je de tekst eronder. En dan kan je meezingen. Het wordt een soort karaoke versie. Met de hele tent. En wordt het op een scherm? Ja. En dat doet Ernst? Ja, we hebben een scherm. Oh, ja. Goed. Dat is voor de Hollandse. Dat doen we met deze 11 inwoners dan. Want als we ongeveer een beetje uitgaan van naar 23 oktober toe, zijn we dan nog 2 mensen kwijt. Ja, maar... Dus dan 9. Kijk, we moeten zelf... Eerst moet Ernst natuurlijk... Moeten we hem vragen of hij dat, of die medley wil maken. Nou, dan moet die medley hier naartoe komen. En op het moment dan gaan we hem playbacken. En de mensen die er dan nog zijn, zitten er gewoon lekker in die clip. Want oh, okay. Het is utopiaans. En het is altijd leuk... Blijft altijd leuk. Kan jij dat niet in ja, ik zou net zeggen, als Ernst het niet wil, dan kan ik het ook wel doen. Maar ja, ik heb het eigenlijk, dit is puur gemakkelijk. En ik ben misschien jou daarin voorbij gegaan, maar als jij dat gewoon wil doen, dan kan jij dat gewoon doen. Als je dat leuk vindt. Als je er tijd voor hebt, dat is wel belangrijk. Ik wil best wel doen hoor. Ja? Ja? Nee? Nou, dan is het klaar. Nou, dan gaan we de nummers sorry, Ger, aan Gerdor. Sorry, Ger, dag. Ja, je hebt het zelf nog gevraagd. Ja, ik ook nog. Ja, volgens mij wel. Oké, sorry. Dan moeten we wel even. Komt dan weer. Dan moeten wij de nummers aanvragen. Ja. Videoclip. Ernst de nummers al. Ja. Zijn we dan niet extra kosten kwijt als we zelf eerst de nummers ook moeten kopen, dan in te mixen? Ik denk dat we heel veel hebben. Belasten met een gratis dienst die hij gaat leveren. Daar voel ik ook weinig voor. Ik geef liever 2 tientjes zelf uit dan dat we hem gratis en voor niks een uur gaan laten werken. Ja. Hij doet al best wel veel voor ons natuurlijk voor een spotprijs. Okay. Ja. Wel bedenken, Ger, dat je de komende paar dagen echt niet echt tijd hebt, hè? Daarom laten we ook voor Ernst niet gaan denken, toch? Dagen met nummer schrijven, opnemen. Nee, maar joh, als ik er even een middagje voor ga zitten en 2 middagjes voor ga zitten, dan is dat prima. Dat kan het wel. Ja? Okay. Top, leuk. Leuk. Dus dan moeten we nummers aan Gerrit doorgeven. Ja, dan ga ik me daar even vandaag hard voor maken dat we een lijstje hebben dat ik die aan jou geef. En dan ga je ze in elkaar mixen. Okay. En wil je alleen maar feestnummers of mag het ook gewoon... geen feestnummers zijn. Nou, volgens mij is de insteek wel een beetje om de tent op de kop te zetten, zoals het een beetje hoor van is. Ja. Dus, lekker vrolijk deuntje, lekker... Dit is een vrolijk deuntje, ja.
Goed. Dat was dat. Dan het andere punt is, we hebben natuurlijk dat evenementenweekend. Dan zijn we ook afhankelijk van vrijwilligers. Nu hebben we ook al misschien eventueel bedacht om 22 november dan een barbecue te houden. Sommige vrijwilligers die komen echt uit de verste streken van ons land. En die willen heel graag beide dagen helpen. Maar ze zeggen wel van, joh, we moeten echt soms een uur heen rijden en een uur terug. En dat dan straks dan drie keer, want we willen dus ook nog een bedankavond doen. Dat is best wel veel. Nou, we hebben dus gekeken of mensen hier dan konden blijven slapen naar een evenement. Dat kan niet. Dan gaan we hotel voor ze boeken. Nou, dat was dus eigenlijk de vraag van, hoe gaan we dat voor ze oplossen? Misschien kunnen we voor een spotprijs dus ergens een B&B hier in de buurt horen, waar iedereen dus met z'n allen kan slapen. En als bedankje ook daarvoor. Ja, het scheelt je ook weer in de reiskosten. Ja. Maar even, dus dan, als de vrijwilligers het weekend al helpen, moeten ze hier ook vrijdagavond al naar komen. Zaterdagavond en zondag heel de dag. Terwijl we dan zondag een borrel organiseren voor de standhouders. Moeten we dat dan niet gaan combineren in plaats van ook nog een vrijdag te doen? Dat kan ook. Want dan zijn ze echt drie dagen hier. We kunnen ook de barbecue verplaatsen naar zondagavond, naar de markt. Het is heftig, maar dan heb je wel in één keer alles gehad. Handiger, toch? Ja, dan ben je helemaal klaar. En hij is ook gewoon lekker chillen. Gewoon. Maar de tent staat er ook al eerder, hè? De tent staat er volgens mij al op dinsdag. Dus als je op woensdag zou willen barbecue, kan het ook. Ja, maar het probleem is dat zij drie keer in een week hierheen moeten komen. Ja. Nou ja, als je dus zaterdag een hotel boekt, dan hoeven ze maar twee keer. Hè? Ja. Ik zou checken of ik weet niet of iedereen het in mijn eens is om te kijken of er dan op zondag iets gedaan kan worden met eten. Nou, ik vind op zich. Zendertje. Ik vind op zich best wel een leuk idee om gewoon een hotelletje voor ze te boeken. Ja, als leuk bedankje en dat we dat gewoon drie dagen doen, als dat allemaal akkoord is van alle beide partijen, van ons en vanuit hun kant. En dat we er gewoon iets leuks van maken. En normaal gesproken ben je inderdaad die reiskosten kwijt. Maar als je dat een beetje uitrekent en je gaat eens kijken op internet hoe dat allemaal precies een beetje zit. Je hebt vaak van die leuke aanbiedingen. En voor 60, 70 euro boek je wel een kamer hoor, voor twee personen. Ja, ja. En dat is toch hartstikke leuk dat wij dat ook als bedankje weer terug kunnen doen. Ja. Van, joh, dan slapen jullie lekker op onze kosten lekker in een hotelletje. Hartstikke leuk. Ja. Ik er om me heen. We verdienen niet zoveel geld, dan kan dat ook wel ook aan hun. Dus, ja. Oké, okay. Als we dat gaan doen, wie volgens de groepen, kijk, ik kan een lijst maken voor en met ik kijk wel. Voor een hotel. Maar een hotel. Ja. Ja? Ja. Ja, daar wil ik wel bij betrokken zijn. Ja. Dus gaan jullie dat samen laten fixen? Ja. Koningskoppel. Vaak met aanbiedingen heb je wel leuk. Ja, toch? Ja, wat wel even belangrijk is, dat we hebben natuurlijk vrijwilligers die van heel ver komen. We hebben ook vrijwilligers die echt in de buurt komen. Laten we de keuze aan hun zetten. Maar geven we ze wel de mogelijkheid om ook te overnachten? Ja, ja denk ik denk dat anders ga je gewoon onderscheid maken. Ja. Maar ik ga iedereen een mail sturen van die beide dagen gaat werken. En van, jongens, jullie kunnen op onze kosten kunnen jullie hier in de buurt overnachten. En, wie wil dat? Wie wil dat? Ja. Want zij zijn ook een groep met elkaar, dus misschien vinden ze het wel heel erg leuk om met z'n allen... Ja, dat zou heel goed kunnen, hoor. Ja. Dat is een schoolreisje. Dat is leuk. Ja. Ja. Ja, is leuk. Excursie. Ah, fantastisch. Mooiste tijden van mijn leven. Oké, okay, super tof. Ik denk dat de mensen er heel blij mee zijn. En dan is het andere is, vannacht ik Fren geholpen met de dieren en we willen eigenlijk, toch Fren? Oh ja. Een poepschep. Een nieuwe poepschep. Mag dat? Een kaplaarzen. Maar leren jullie wat aan je handen of niet? Nou, dat vind ik een kutopmerking. Dan gaan we dus we kopen hem gewoon. Ja. Oké, okay, bij deze. Ja. Ja, was dat echt zo'n kutopmerking? Ja. Oh. Maar dat geeft niet. En dit was het eigenlijk. Frenny, heb jij nog Frenny? Nee. Poepschep? Nee. Gerrit? Heb ik nog iets? Oh, kleine mededeling. Videoboodschappen gaan we niet meer doen. Die zijn ook offline gehaald. En dat is einde oefening. Okay. Dus dat is goed om te weten. Voor de rest heb ik niet iets. Zo. Okay. Volgende donderdag om 4:00 hebben wij een cocktailworkshop vanuit Trein BV. Leuk. Yes. Type. Yes. Lekker. En dat was het. En er komt iemand hierheen met... Het alles, ja. Het hele rattenplan. Ik ben benieuwd. Vorige keer was het natuurlijk een daverend succes, hè? De cocktails maken. Dat was echt leuk. Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Maar nu hoeven we het zelf niet te doen. Tenminste, wel zelf, maar iemand doet het voor en dan... Dat vind ik wel een fijner idee. Het was 's avonds of niet? 4:00 zei je. We hoeven het zelf niet te doen. Dus... Jawel, iemand doet het voor en dan moet je het zelf doen. Oh, maar niet zoals de vorige keer, laat maar het zo zeggen. Niet spaarrood erin gooien en dan... Woe! Oh ja, ik heb niks. Ik heb
Nee, niks. Ik geef hem weer een hiskis, ik was wat vergeten. Ja, ah. Maar ik dacht eigenlijk, al zou ik het nou wel vertellen of zou ik het niet vertellen. Maar ik doe het toch. Ik heb mailtjes de deur uitgestuurd voor mensen die me eventueel kunnen helpen voor als ik hier buiten, want ik wil heel graag met het coachingsvak verder. En daar krijg ik wel reacties op terug al. En dat is wel op zich wel leuk. Maar eventueel wil ik ook, en ik ben onder andere bezig, ik kan er niet heel veel over vertellen, maar over systematisch werken gaat het over. Dat is een vorm van hoe je beeldend bepaalde verhoudingen tussen mensen eigenlijk kenbaar maakt. En als die mensen komen, heb ik daar eigenlijk ook een boek bij nodig. En de vraag is eigenlijk of ik dan, want ik heb niet heel veel zakgeld, of ik dat boek mag kopen van mijn dromengeld. Tuurlijk. Oké, dank je. Dat was één. Lekker zeg. Deze ook in de pokken. Ja. Ja. Okay, volgende punt, snel. Dat was één, ja. Wat vind je er ook niet van? Wat kost het boek? Weet ik niet. Ja. Weet ik niet, want het ligt er een beetje aan bij wie ik het, ga doen. Is het boek voor de familieopstelling? Ja, daar komt het bijna op neer. Ja. Heftig. Ja. Ga je met ons oefenen? Ja, ik weet het niet, want ik weet niet zo goed hoe mensen daarin staan. En wat alles hier daarvan vindt, want het is nou best wel confronterend. Je kan het ook op andere manieren doen. Je kan het ook met Lego poppetjes doen. Kan je het ook beeldend maken en dan doe ik het gewoon één op één. Maar zeker als mensen dat leuk vinden om daarmee in aanraking te komen. Het is wel een hele heftige confrontatie, dat kan ik je wel vertellen. Kun je wat meer uitleggen wat het is? Want ik snap het niet helemaal. Wat je doet is, je maakt, en je kan het met families kunnen doen, maar je kan het ook in bedrijven doen. Maar ik zou het ook met Utopia kunnen doen. Yes. En wat je eigenlijk doet is, je maakt beeldend kenbaar wat de relaties met mensen hier zijn. Dus hoe is de relatie met mij en jou bijvoorbeeld? Hoe staan wij tot elkaar? Of hoe sta ik in deze groep? Bijvoorbeeld, we zouden jouw situatie in deze groep kunnen beeldend kunnen maken van hoe dat is. En dan ga je dus iedereen ga je plaatsen in een omgeving, ga je neerzetten. En dan ga je ook, kijk ik jou aan of kijk ik met jou met de rug toe of hoe wat dan ook. En als je dat dus neerzet, komt daar dus een gevoel bij kijken. Ja. En ga je dus ook vertellen waarom jij bijvoorbeeld, waarom wij 2 meter uit elkaar staan. En waarom jij mij met je rug naar me toe keert. Of bijvoorbeeld, wij kunnen ook, je kan ook deze mensen hier gebruiken bijvoorbeeld om, als jij bijvoorbeeld in je familie iets duidelijk wil maken. Dan kan je hoe je relatie met je ouders bijvoorbeeld is. En met je dochter en hoe jij vindt, hoe jij in de familie staat. Nou, en dat zet je neer. En dan ben ik bijvoorbeeld jouw zus. En dan ga je vertellen wie jouw zus, hoe jouw zus is en hoe die tot relatie tot jou staat. Oké. Okay. Interessant. Nou, maar het is wel heel confronterend. Maar ik weet niet of we dat hier gaan doen. Maar het is in ieder geval, ik wil daar heel graag meer van weten. Mm-hmm. En daarvoor ben ik mensen aan het uitnodigen. Oké. Okay. Ja, leuk. Heb ik het goed, een beetje goed voor wat jij hebt gedaan? Nee, ik heb het bekeken van een afstandje, maar toen begon ik te huilen en zo. Toen dacht ik, ja, ik doe het niet aan mee. Echt? Ja, dat was met Bouke de Boer. Waarvan ik laatst in de vergadering zei, ik ga hem toch niet uitnodigen. Omdat het vanuit mij niet echt iets... Misschien moet je het zelf doen gewoon eens. Stuur een mailtje, ik weet zeker ik heb het gestuurd. Ja, ik heb Bouke de Boer? Heb je het al gereageerd? Nee, nog niet gereageerd. Oh. Ja. Ik denk wel dat hij het leuk vindt, hoor. Ja, hij is wel echt specialist op dat gebied. Bouke de Boer, dat is een man die daar... Ja, dat is een NLP-coach en hij heeft het boek geschreven, De Bijzondere Reis van een Prikkel. Ja. En daar ligt hij eigenlijk in hele basic taal legt hij NLP uit. Shelley? Ja, ik was iets vergeten nog. Ik heb contact gehad met Igor en hij wil mij helpen met acteren. Ik heb, even kijken, vorige week een mailtje van hem binnengekregen. En waarschijnlijk komt hij volgende week, woensdag of donderdag. Maar ik heb nog geen... Juist, ja. Maar ik heb nog geen informatie qua kosten of... Maar heb ik wel gestuurd, dus ik wacht op mail. Nice. Amazing. En anders wil ik het van mijn dromengeld dat jullie dat even weten. En dat het boek van Hiske, dat komt er gewoon? Ja, Hiske gaat doen. Nou, daar praten we inderdaad wel een beetje overheen. Maar dat brengt ons wel ook weer op een ander volgend punt. Ik weet niet hoe de groep erover denkt, dus het is ook niet direct een voorstel, maar meer gewoon het peilen van interesse. Ger kwam, vind je het oké dat ik het vertel? Ik weet niet waar je... Een paar dagen geleden, bij de fundering. Toen ik begon over boodschapgeld. Oh, natuurlijk. Ja. Nou is het zo, ik weet niet of ik nou echt degene ben die echt heel erg veel rookt, of dat ik gewoon elke maand aan het einde van de maand rood sta, waardoor ik het niet meer overhoud. Ik denk dat er, net zoals Hiske, die niet rookt en geen geld heeft voor een boek, wel meer mensen zijn die misschien iets zouden willen doen en willen kopen voor persoonlijke ontwikkeling. Ik ben nu zeg maar door mijn laatste Bitcoin boek heen.
Die wil Gerda uiteindelijk gaan lezen, waardoor ik geen geld heb voor een nieuw boek. En ik weet niet hoe mensen er tegenover staan als we voor bijvoorbeeld leesmateriaal, dat iedereen één boek kan kopen. Oh, gaaf. Ja, ik vind het goed. Ik zou daar denk ik niet echt iets aan vastplakken als in 1 of 2 of 6 of 10. Ik denk gewoon dat als jij een Bitcoin-boek wil of een ander boek voor je persoonlijke ontwikkeling, dat je dat je net als His kan voorstellen. En ja, dat wij dan zeggen van, hey Jess, heb je niet een ander Bitcoin-boek? Dus nee, dan zeggen van, joh. Allemaal uitgeleid van. Want ik begon zelf eerst over om de laatste maanden fijner te maken het verhogen van het boodschappenbudget. Toen begon Gerda over, joh, als mensen wat luxere producten willen kopen, kan je misschien beter iets met zakgeld doen. Dus zakgeld gaat omhoog. Hmm. Nee, dat is dat was helemaal niet de insteek, maar meer gewoon kijken hoe mensen erover denken. Ik denk als het zakgeld omhoog gaat, dat het dan... Ja. Maar je kan toch gewoon, als je iets nodig hebt, dat je het gewoon vraagt aan de groep. Ja, vragen is alleen niet echt leuk. Nou, kijk, weet je wat het is? We zitten nu in de laatste maanden van Utopia en we zitten nu met 100 euro zakgeld. Dat is fantastisch, dat is het hoogste wat we ooit hier hebben gehad. Maar we zitten nu wel in de laatste periode. En als je bijvoorbeeld zegt van, joh, ik wil nog even iets qua, weet ik veel, ik wil iemand laten langskomen, ik wil wat extra luxe eten, of ik wil een keertje bestellen in bepaalde setting, of weet ik veel wat, of ik wil eens een keer... Ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar dat we daar een bepaalde mogelijkheid voor hebben. Ik heb het heel vaak met Jess over gehad, van ik vind het jammer dat we bijvoorbeeld hier nooit de periode hebben gehad dat wij gewoon zeggen van, joh, oh god, ik heb 1100 euro op de rekening, op je zakgeldrekening, en dat je zegt van, nou, ik koop eens even voor 500 euro dit. Of ik koop eens voor 300 euro dit. Dat je net even wat andere dingen kan doen. En want je merkt nu ook wel dat we heel erg op de basic zitten. Wat zou je daarvan doen dan? En bijvoorbeeld, Jess heeft het, daar hebben we het daarover gehad, bijvoorbeeld in één keer een golfsimulator gehaald. Gewoon heel random, heel erg. Maar die was 4000 euro. Ja, 4000 euro. Bijvoorbeeld, dat hebben wij hier nooit gehaald. Nou, dat is ook niet anders. Maar in ieder geval dat we wel wat meer te besteden hebben voor de laatste maanden. Ook meer om onszelf ook wat meer te prikkelen. Omdat we ook dan wat meer leukere dingen hebben. In plaats van dat we nu alleen maar in conflict eigenlijk met elkaar zitten. Bijvoorbeeld. En als je bijvoorbeeld gisteravond kijkt van... je ziet nu ook de avond hier. Dat is echt in principe verschrikkelijk. Ja. Uiteindelijk kwam iemand met het idee van, joh, dan gaan we lekker kaarten. Ja. Nou, uiteindelijk is het hartstikke leuk. Ja. Maar je merkt nu wel, hoe minder mensen er komen, hoe meer mensen zich toch op een bepaalde manier gaan terugtrekken. Ja. En als je dat kan tackelen of een positieve inbreng erin kan brengen, van joh, dan gaan we iets gezamenlijks doen of weet ik veel wat. Dan is dat ook wat leuker voor iedereen, om zo maar te zeggen. Ja. Ja, we hadden natuurlijk ooit 15 inwoners, keer 100 euro, dat was 1500 euro. Als je het zakgeld met 500 zou verhogen en dat dan deelt door het huidige aantal inwoners, dan kom je er al heel anders uit. Of zelfs als je het zou laten op 1500 euro en dat dan verdeelt over de huidige inwoners, omdat je natuurlijk minder inwoners hebt. Mm. Kijk, iedereen moet zich wel een beetje gelukkig voelen in de laatste periode. Alleen, hoe ga je dat dan doen met... nu zit het bijvoorbeeld halverwege, in de lijn der verwachting, volgende week gaat weer iemand naar huis. Dan heb je weer 10. Is het alleen maar per maand van de uitbetaling? Ik bedoel, dan is het eigenlijk alleen maar nog de betaling van december met zakgeld. Dan zou je terug kunnen rekenen. Ja, omdat we eigenlijk natuurlijk nog maar 1 uitbetaling hebben. Ja. Ik heb er ook niet echt een concreet plan voor of zo. Nee. Hoor. Nee, maar ik ben ervoor weer dat we wekelijks gewoon een uitkering van zakgeld krijgen. Want dan gaat er ook een inwoner weg, kan je gewoon, als we dan toch het willen verhogen, dan heb je gewoon wekelijks, krijg je er gewoon een bedrag bij. Dat is waar. En kunnen we ook niet het geld van een ieder die, zeg maar, nu wekelijks vertrekt, ook dan verdelen? Nu de BV in of bepaalt diegene? Wat we hebben afgesproken is, degene die weggaat, die vertrekt, bepaalt ook waar het geld naartoe gaat, voordat die persoon de poort verlaat. Ja. Dus Dylan had het aan Brennan gegeven. André heeft het zelf gegeven. Voor elke keer aan jou doorgegeven. Ja. Dat is afgesproken. Ja. Niet dat het via gaat. Nee, en Jens had ik toen gevraagd: naar wie gaat hij naar Milena? En Dylan had ik gevraagd: die ging naar Brendan. André ging naar Shelly. Oké. Okay. Ja. Dat is eigenlijk per nominatie dan. Je kan al een beetje een inschatting maken van wie gaat ook ongeveer. Maar dat mensen dat zelf kunnen kiezen hoor. Dus tenslotte wel, jij geldt wel mee bepaald wat ermee gaat. Maar uiteindelijk, wat vinden we van het idee? Ik denk fantastisch, want ja, geld is geld. Maar. Wat is het idee? Want het is nu nog een beetje. Het idee is eigenlijk van dat we een soort van potje gaan maken. Dat we met de groep, individuen. Dat we wat meer leuke activiteiten hebben, ook bijvoorbeeld in de avond.
Dit klinkt als trein BV. Ja. Eigenlijk wel. Ja, maar dit. Je wil toch meer zakgeld? Het was eigenlijk meer van onszelf wat meer prikkelen met meer zakgeld of het boodschappenbudget omhoog. Een beetje die trend was het. Maar ik denk dat mensen het leuk vinden om zelf te bepalen waar ze hun geld aan uitgegeven. Dus dan zou ik ervoor kiezen om het zakgeld omhoog te doen. Ja. Als we voor een om een verhoging gaan praten. Ja, maakt mij niet zoveel uit. Maar dan moeten we alleen nog met elkaar gaan kijken naar hoeveel ga je doen. Kijk, als je nu naar de markt kijkt, naar de Hollandse avond, verwacht ik dat we ergens einde van het jaar op plus 70 uit gaan komen. Ja. Hoeveel? Ik weet niet wat is schappelijk. Ja, mij maakt het 150. Ik hoef niet per se. Wat zei je, Jesjo? Per week. 150. Nee, per maand natuurlijk. Ja. Ik vind 150 per week een goed idee. Ja, mag ook, maar ik denk het niet. Maar ja, dus je 50 euro per week. Ja. Maar je zou eventueel ook kunnen kijken van, joh, je zet een hoog bedrag, dat doe je eenmalig van poef, dit mag je ermee doen. En dan is dat ook wat je hebt. Dan heb je het in één keer in plaats van dat het verdeeld is over zoveel maanden. Alleen waar je dan wel mee zit is... Brokers. Die gaan echt denken dat ze de fantasie... Ja. Bewoners gaan achter elkaar weg nu. Ik zou zeggen, wekelijks komt er een bedrag bij. Ja, dat is wel zo. Ik zou gewoon wekelijks krijg je gewoon... Dat we heel veel mensen houden gaan wat we op dit moment hebben en dan wekelijks iets erbij. Nemen. Ja. En wat is schappelijk om wekelijks te doen? 50 euro. Zo. Ja. Iedere week 50 euro erbij. Waarom niet gewoon één keer per maand? Zo is dat toch niet? En nou, nee, dat meer, ik er ook meer van te zeggen. Van als je dat dan doet, dan zou ik het ook wel schappelijk maken voor... Kijk, 50 euro, ja, is hartstikke leuk, maar daar kun je nog niet zoveel mee. Ja, maar als je dat wekelijks erbij krijgt, je zou nu nog 6 weken hebben. Dan heb je best een leuk bedrag. Wat wil je dan? Met het zorggeld wat je zeg maar nu hebt. Ja, wat wil jij? Wat wil jij? Gerra zit. Ja, vertel. Gerra zit erbij. Nee, je gaat voor 200 euro toch? Want je hebt 50 euro per week. Nou nee, 100 euro hebben we nu gehad. En dan krijg je er nu nog 50 euro elke week bij. Zo. Ja. Dus zitten we op. Maar wat moet je met al dat geld dan? 200 in de maand. Wat? Oh, moet je ermee? 300. Moet je ermee? Ja. Ja. Kleren. Nou, kijk, weet je wat het wel een beetje is, Fren? Ik hou bijvoorbeeld zelf al helemaal niks over. Ik heb Merel heeft toevallig laatst voor mij 2 nieuwe onderbroeken gekocht. Kleding. Maar dat dekt het niet. Ik heb al mijn onderbroeken. Dus er zitten zulke gaten meer onderin. Ja. Ik heb gewoon echt helemaal niks meer. Echt helemaal niks meer. Mijn hele boot ligt voor, maar ik heb helemaal niks meer. Jesse, het lijkt me verstandig als jij sowieso dan vandaag een lekker nieuwe onderbroeken gaat halen. Nee, maar dat Rob komt vandaag. Ik het zakgeld. Ik denk vandaag het zakgeld omhoog. Het is echt erg. Maar oké, dat is persoonlijk. Ja, dan heb ik met schoenen. Zullen we even centraal blijven? Ik heb het echt met schoenen. Orde. Maar laten we wel even een bepaalde knoop doorhakken of laten we het lekker verschuiven. Nee. Nou, laten we dat lekker per vandaag ingaan. Ja. Ja. Dat niemand daarop tegen is. Nee. Dus vandaag krijgen we 50 euro dan. Wat was jouw idee, Ger? Ja, ik zat gewoon te denken aan bijvoorbeeld een eenmalig bedrag. Maar ja, goed, als het wekelijk is bijvoorbeeld, ja, is dat ook prima. Bijvoorbeeld 500 euro. Per persoon. En dan eenmalig erbij. Ja. Per persoon. En dan in december geen zakgeld meer. Dat ook nog wel erbij. Maar 500. Is het dan wel zo dat iedereen even om het niet gelijk af te schieten en eerst wat meer informatie te vragen? Ik vind 500 euro echt heel veel. Ik heb ik ook wel, want ik heb echt nieuwe schoenen nodig. Even. Normaal gesproken zou ik zoiets natuurlijk gelijk afschieten. Dit is wel, we zitten nu wel in een hele andere situatie en we verdienen heel veel geld. Ik begin pas. Maar ik vind het echt zou dat dan inhouden dat iedereen al zijn eigen dromen moet financieren? Oh, dat lijkt me wel. Je hoeft de BV niks meer te betalen. Ik zeg niet dat het oké is. Ik vraag alleen eventjes door op wat Ger op... Vind ik niet. Ja. Nou, volgens mij is dat ook nog steeds een ding wat we per case gaan bekijken en dat niet alles wordt toegezegd. Maar stel je voor, je wil even een nieuwe kleding kopen voor ook het einde van het jaar. Kijk, stel je voor, het is ook wel belangrijk van uiteindelijk als je steeds verder gaat, dat je er ook goed uitziet. Dat je de laatste maanden, dat je er wel een beetje chill uitziet. Dan kijk hoe ik er zit. Kijk, heel eerlijk gezegd. Ja, dit shirt slaap ik ook mee. Ja, ik heb het. Hartstikke leuk. Ik ook. Dus het zijn wel de dingetjes van, jongens, hoe minder mensen er zijn, hoe meer dat de focus ook op ons ligt, om zo maar te zeggen. En dat we er in ieder geval wel een beetje fatsoenlijk uitzien, dat we ook daar een beetje een redelijk, maar ook bijvoorbeeld, Ik vind het heel eerlijk, ik vind het heel veel geld. Maar aan de andere kant, de BV heeft ook best wel wat geld. Maar ik weet niet of ik het.
Ik vind, dus je gaat geen route in dit plan gooien. Oh. Maar dan zouden we dus... Hey, maar... 11 mensen. Oh, dat was een grapje. 5.500. Dat is echt veel geld. En heel eerlijk, en dat is niet om wat dan ook, maar mensen die hier... bijvoorbeeld, je gaat volgende week naar huis. Eerder ga je even... ga even lekker €500 uit, eruit knallen. En ik ben nog steeds voor... Van, ik vind wel... Hoe verder we naar het einde gaan, dat we het ons wekelijks wat luxer mogen maken. En dat je echt wel wat meer mag uitgeven en jezelf eens een keer lekker mag verwennen. Daar ben ik het absoluut mee eens. Maar die €500, ja, heel eerlijk... 50. Maar ik vind ook wel van, hè, de mensen die hierop zitten, die hebben het ook wel verdiend. Ja, ik zeker graag ook nieuws kunnen willen. En als je de keuze maakt, bijvoorbeeld, stel je voor je hebt nu €100 op je bankrekening staan. Dat je dat, stel je voor je komt op de bank en je hebt een vermoeden dat je weggaat. Ja, als je alles uit gaat geven, ja, be my guest, het is je eigen fucking geld. En dan denk ik van ja. Maar mag ik iets zeggen? Misschien moeten we dan de afspraak maken dat als je dan weggaat, dat dat geld weer terug te brengen. Ja, beter natuurlijk. Ja. Ja. Zodat ja. niet iemand hier opeens €1000. Meer of je niet erg. Nee. Dan mag ik echt aan me schenken hoor. Ja. En dat is dan prima. Ja. Tuurlijk, ja, dan kunnen we die afspraak wel maken. Ja. Maar in ieder geval, iedereen heeft het hier ook wel verdiend als ik een beetje om me heen kijk. En ja, laat het gewoon ook een beetje chill maken. En dan kun je ook zelf bepalen waar je het aan uit wil geven. Als Jesse het dan onderbroek wil uitgeven, dan is het prima. Dus dan is het €100 elke maand, €50 elke week en eenmalig €500. Bijvoorbeeld die €50 elke... Nee. Ja, dat vind ik een idee, vriend. Nee, ho, 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 ho. Bijvoorbeeld die €50 erbij, dat is dan bullshit. Ja, eenmalig. Dan is eenmalig. Eenmalig €500 en dan nog voor december dan €100. Ja. 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 Winkelen! Oh, dit is een €500. Het is een geld, maar jongens, laten we ook heel eerlijk zijn. We hebben ook echt heel erg beknibbeld op de inwoners, ja, hè, de afgelopen maanden. Hè, van €100. Oh, nou, succes thuis. Ah, wat het wel is, en dat was wel het puntje waarvan ik dacht... Eerst dacht ik 500 is wel echt veel. En ik vraag me af of er wel goede dingen mee gedaan worden. Maar als je ook ziet op een enkeling na hoe inwoners erbij lopen... dat we moeite hebben om make-up te kopen... Ik... Tada! Ja. Ja, dat kan echt niet. Ik heb eigenlijk praktisch geen tandpasta. Jij hebt ook één paar schoenen. Oh ja, die moet nog turven. Wacht even. Ja. Heb jij mijn tandpasta gisteren geturfd? Nee. Nee, Prinny wil je ook een meter. Maar praat verder. Jongens, laten we alsjeblieft even centraal blijven. En even nu. En niet dat we in één keer over tandpasta gaan beginnen. Doe dat alsjeblieft even nader. Nou, al gedaan. Jammer joh. Oeh? Maar die €500 is dan puur om jezelf te verwennen. Voor kleding, drinken, eten, schoenen, wat dan ook. En wil je iets, zoals Milene die bijvoorbeeld bezig is met een opleiding of wat dan ook, dat doen we daar dan niet van. Je wil lekker een dingetje lezen, je wil een spelletje spelen. Puur voor jezelf. Mag je ook gimpen kopen? Maar mag gimpen... Ja, ja, dat gaat er dan om. Een zakgeld. Dus, oh, dan kunnen we ook gewoon regelaars kopen. Maar wat je normaal gesproken met je zakgeld doet, kun je ook met dat geld. Ik vind het heel veel geld. Alleen, dan is het naar eigen invulling. Wat mij betreft, maar geen pies. Maar wat vind jij hiervan, Bre? Ik denk dat wij een beetje hetzelfde is. Ja, wat drink ik? Ik moet echt laarzen. Wat denk ik? Beter voor ik ook. Ik heb al mooi gezien, 70 euro. Waarde aan. Even centraal, alsjeblieft. Merk dan, ik heb een tijdje gespaard om een keer dure kleding te kopen. Ja. Vind ik het eigenlijk ook prima. Ik heb kleding, ik heb goed eten. Dus ik krijg niet heel veel waarde aan om nog meer geld te krijgen. Maar als mensen dat willen, ja, prima. We hebben er hard voor gevochten. 17 maanden lang, joh. Lekker ding. In Utopia 1 krijgen we een 15 maanden bonus van 500. Of 300, maar in ieder geval honderden euro's ook. Ja, ik heb wel iets van gehoord, ja. Ja. Oké. We moeten het zien als het eindejaarsbonus. Ja. 13e maand. Ja, 13e maand. Vroeg de gouden handdruk. Ja, 13e maand. Oké, dus wat gaan we afspreken? Eenmalig €500 en dat we dan nog voor december dat er dan nog €100 bij moet. Dus €600 heb je nog je hele Utopia tijd te besteden. Lekker. Maar als je uit Utopia vertrekt, ga je geld terug wel de BV. Nou, ga vandaag alles uitgeven. €500. Ik denk dat mijn hart sneller gaat kloppen. Zijn er mensen die niet akkoord zijn? Nee, dat is het financieel haalbaar. Nee, €500. Is het financieel haalbaar? Ja, natuurlijk. Ja. Vandaag komt er €500 bij en in december is er nog ik kan niet bellen. Vandaag mag mijn schoenen komen afleggen vanmorgen. Maar heel eventjes dan nog, hè. Zonnebankjes, spraytenten,
Bleken. Tandenbleken. Al dat soort dingen. Dat gaat wel van dat geld. Dat gaat wel van dat geld, jongens. We gaan dan niet meer bij de BV aankloppen van jongens. Hé, kan je dat voor mij fixen? Of reiskosten. Jordi, tandenbleken. Dus je droom geldt eigenlijk ook. Nou, kijk, als jij bijvoorbeeld. Kijk, wie je bijvoorbeeld. Tandenbleken is geen droom, hè? Nee, maar je wil bijvoorbeeld. Laat nou staan, ik zou dan zeggen. Goh, ik wil. Goed, ik wil dat iemand een schilderij van me, bijvoorbeeld van me maakt. Of ik wil graag een foto afdrukken. Ik bijvoorbeeld wil op canvas. Ja, heel origineel, maar ik kan even niet iets anders bedenken. Ja, wat ik op canvas dan wil. Is dat natuurlijk wel gewoon iets voor dat geld. Want het is een persoonlijke verrijking, jongens. Ja, persoonlijk. Laten we dan even... We weten allemaal... En ik denk, mocht men zoiets in de groep gooien, dan... Maar wil je een cursus doen, of wil je, weet ik veel, iets dan... Dat is echt zakelijks. Ja, dan is het... Kunnen we fatsoenlijk denken. Ja, want ik kan... Ja, super, dat is wel chill. En hoe kan ik dit het best benoemen? Eindejaarsuitkering? Ja. Vervroegde eindejaarsuitkering? Nou, maakt niet zoveel uit, toch? Schrijf het gewoon bij. Extra bonus. Utopiaanse bonus. Utopiaanse bonus. Er is yes! Eindelijk. Ga je dan onderbroeken kopen? Oh, dat vind ik echt fijn. Ik lig al nachten wakker omdat Jesse gaten in zijn onderbroeken heeft. Ja. Nee, maar wil je het zien? Ja, ik heb ze gezien. Je hebt het laten zien. Je stond zo in de zang en je zei, kijk. Oh my god. Jij doe maar even. Wil je voelen met je? Nee, ik ga niet voelen met mijn hand. Ik ga echt schoenen halen. Ja, ik ben ook. Okay. Ik moet schoenen. Okay. Het enige wat ik wel wil zeggen is heel eventjes. Ja, dat gaat zeker. Eén ding, want ik vind het zelf een beetje spannend. Weet wel dat wij hier ons geld verdienen met mensen die ons altijd steunen. Dus laten we het wel... mooi houden voor jezelf. Weet je, je mag jezelf echt best wel verwennen, maar weet ook dat het geld wat wij keihard op de markt beknallen, we werken daar zelf ook heel hard voor, maar mensen die hier ook weinig geld hebben, komen hier ook naartoe. Ja. Dus laat ook zien dat zij dan denken, hé, wat leuk dat Milène iets leuks voor zichzelf doet. Maar ga het niet met gekke dingen mee doen die hier bezatten en dat soort dingen. Het is inderdaad advies wat je kan geven. Het zou heel mooi zijn als we dat doen. Het is natuurlijk mensen hun eigen geld. Altijd. Ja. Maar geen onnodige... Nee. Oké, dan wacht ik even met mijn borstje. Ik denk ook dat je probeert te zeggen, hou het chic. Ja, hou het dat gewoon. Ja, dat bedoel ik. Ja. Gaat gewoon niet weg. Niet zoals thuis dat elke dag de postbezorger komt, Merel. Gerrit, heb ik verder niet. Maar goed, dus iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. En alsjeblieft, doe er wat mee. Nee. Ja, zijn we klaar dan? Dat was eigenlijk Jesse's punt. Oh, was het Jesse's punt? Ja, dat was Jesse's punt inderdaad. Oh, krijg ik klik? Ja. Jesse was aan de beurt. Ik had ook echt het gevoel. Ik wou weer verder het rondje afgaan, hè, Sharon? Nou. Ja, ik heb wel even een dingetje. Ook over het einde van het jaar. Gaat ook geld kosten, denk ik. Ja, ik heb nog nooit zoveel dingen met wat geld heeft gekost gedaan. Maar ik vind het een maand geleden of zo, Bren, anderhalve maand geleden, toen kwam ik naar je toe, toen Utopia ging stoppen, misschien al 2 maanden geleden. Vind je het leuk om een trofee te maken? Oh ja. Toen kwam ik al met het idee, wat Bren zei, nou, ik ben niet echt van het priegelwerk. Toen dacht ik, nou, weet je wat, vanaf dat moment had ik al een idee in mijn hoofd. Dus daarvoor wil ik eigenlijk een kunstenaar uitgenodigen om mij advies te geven hoe ik een trofee kan gaan maken. En het idee is een beetje dat het dan een poppetje is, onzijdig, geen man of vrouw, om niet alvast de voorkeur uit te spreken. Die balanceert op een touw met aan de linker en rechterkant bijvoorbeeld haaien in het water of piranha's. En aan het einde dan een beker die gepakt kan worden. Oh, en dat wil ik dan bijvoorbeeld gieten in brons of zo. Of niet natuurlijk goud, maar... maar zoiets. Gewoon een kunstenaar uitnodigen om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het maken van een hele mooie, indrukwekkende trofee voor de winnaar. Ik vind het een heel vet idee. Als ik hem zou maken, jongens, dan zou je echt... nog max een stickman krijgen. Een driehoekje. Ja, daar moet je ook echt niet van verwachten. Wat doe ik nog, jongens? Ik moet ook weer. Maar dat dus, daar kom ik wel op terug zodra ik meer weet. Ik ga in ieder geval mee bezig om iemand uit te nodigen. Kijk uiteraard van tevoren wat de kosten daarvan zijn. En het zal heus geen 100 euro's gaan zijn. Denk ik. Ik vind het een goed idee. Ik vind het een leuk idee. Okay. Het is wel echt leuk om te hebben. Het is ook iets leuks wat je hier dan ergens neer kan zetten of in de kluis kan zetten. Die leuk is. Ja. Voor. Heel leuk, ja, het enige gooi de prijs even in de groep dan. Top. Ja, ja. Verder nog dingen. Hoe laat is het, jongens? Ik ben ook een soort kunstenaar. Nee, we gaan zo. Dat was wel leuk. Ja, dat is waar. Daar ben ik maar eens. Ik had niks. Nee. Jesse is, en daarna is Merel, en dan zijn we klaar. En toch is nee, het wij zijn er niet geweest. Iemand anders gewoon over geld. Nee. Oh, ik ga haar beurt aan Hiske. Oh, dat was het. Oké, Maris. Maris is. Nee. Ik heb alleen één punt. Mag alsjeblieft het sanitair netjes gemaakt worden? Het is één klerenzooi. De wasmachine, dus is weer wasmiddel, dus mijn was gaat daar... Milène, jij geeft mij een centje. Ja, waarschijnlijk is het nu al klaar.
Ja, maar je had er nog één staan, een witte. Ja, maar jij kan eerst wel. Probeer het sowieso over netjes te houden. Gisteren weer een silo opgeruimd. Echt, we zijn nu met steeds minder mensen. Waarvoor jou dank. Nee, maar probeer het gewoon... Houd het gewoon af allemaal netjes. Ja. Jesse, had je nog meer? Kruk, kunstenaar, mail of rechts. Nee. Mail? Nee. Klaar. Dat was hem. Oh, ja. Dankjewel. Goed. Kopje, lekker afstaan. Hoe heet het? Oh, mijn rug, jongen. Kun je een satelliet nodig? Nee. God, jongen, jongen. Lex. Oh, moet ik zoiets voor je maken? Nee. Ah. Oh, rustig. Wat voor schoenen? Daar, ik heb überhaupt schoenen nodig. Wat voor schoenen? Jij kent nu schoenen? Van welke? Jaden. Ken ik niet. Echt heel vet. En ja, ze zijn heel apart. Ja. Ja, schat. Zetten. Deze bitch gaat nog even inkopen doen. Ik heb mezelf vanavond op de computer gezet. Oh. Yes! Ik zat echt zo, ik dacht, nou, dit gaat nooit door. Jesse gaat hier een stokje voor steken. En het gaat door. Nou, maar ik zat gewoon een beetje zo van, wat is dit? En weet je, ik bij mezelf dacht, oké, eenmalige uitkering van 500 euro. Fuck it, ik zeg ook gewoon lekker in december ook nog 100 euro. Bam! En hij gaat er ook gewoon door. Hij komt er gewoon door. Dat ik echt dacht van, nou jongens, die 500 euro, dat is het wel. En die... Ja, en 100 euro erbij alsjeblieft. Voor het zakgeld van december, ja, logisch, logisch. Ja, 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 logisch, wat is logisch? Nou, echt. Ja, ik ben er blij mee. Ik ben echt blij. Maar zeg maar, het is zoveel geld wat ik in negen maanden niet heb gehad. Weet gewoon niet wat ik ermee moet. Oh, nou, ik weet het wel. Ik ga mijn tanden laten breken. Ik ga een nieuwe foundation halen. Ook een goeie. Ja, ik ga beginnen met mijn tanden. God. Nee, mijn tanden zijn prima. Ja, mijn tanden moeten echt gebleekt worden, vind ik. Ja. Ah. Misschien dat ik... ik heb misschien wel een idee. Ik heb vroeger een beugel gehad. Ja? Maar mijn nachtbeugel is uitgevallen. Oh, ja. Kapot gegaan. Dus daarom zijn ze weer scheef. Maar misschien dat ik... Je hebt zo'n doorzichtige beugel. Invisalign, volgens mij heet dat. Ja, dat ze dan... dat het gewoon weer recht gaat. Ja, misschien dat ik die mensen ga benaderen. Dat ze met mijn buiten willen ook verder. Verder ook... Buiten ook verder willen. Oh, jeetje. Ik ga zo meteen... Ik ga zo meteen gewoon lekker achter de computer zitten. En ik ga nieuwe kleren kopen voor buiten. En niemand gaat dat van me afpakken. Nee, heerlijk. Joejoe. Joejoe.